Dus let's... Oh! Mama, ik voel me goed! Oké. Hey, yo! Welkom bij een nieuwe vlog. Oh my god, het voelt echt alsof ik echt al heel, heel, heel lang niet gevlogd heb. Ja, wat is er eigenlijk allemaal gaande? Oh my god, eerst, ik ben vandaag 31 weken zwanger, mensen. Mijn buik is zo zwaar. En ik heb zoveel nesteldrang. Oh mijn god. Ik had jullie in de vorige vlog natuurlijk laten zien. Mijn gezicht heeft ook allemaal dingen in mijn gezicht, maar goed. Ik had jullie in de vorige vlog natuurlijk laten zien. Dat we eigenlijk zeg maar de oude kasten weg gingen doen, nieuwe kasten. Gingen laten plaatsen en dus ik ben heel erg bezig geweest met mijn nesteldrang. Gewoon dingen weggooien, gewoon opruimen. Dus ik heb eigenlijk niet eens de tijd gehad om gewoon echt mijn camera te pakken en hen te vloggen. Ik was alleen maar bezig met dit moet weg, dit moet weg, dit moet weg en opruimen. En ik zit natuurlijk in mijn derde trimester, wat gewoon echt gewoon... Nu begint het wel zeg maar echt gewoon zwaar te worden. In de zin van dat ja, mijn buik gewoon zwaarder is. Ik kan gewoon veel minder. Ik ben minder mobiel. Ik kan ook wel gewoon de normale dingen doen hoor. Maar ik bedoel van, ik ben zo snel buiten adem. En ik moet heel veel mijn rust nemen. Ik slaap 's nachts ook echt heel slecht. Met het draaien en naar de wc gaan. En noem maar op. Dus en ja... Die meiden moeten natuurlijk ook gewoon naar school. Dus 's ochtends moet ik ook gewoon mijn bed uit. Terwijl ik dan heel de nacht niet heb geslapen. Vannacht was weer hetzelfde liedje. Echt niet zo goed geslapen. Draaien uren. En en dan gaat je wekker ineens. Wanneer je net in slaap bent gevallen. Dus ik voel me wel gewoon goed. Ik heb mezelf eventjes gewoon lekker... niet opgetut of zo. Maar wel gewoon, weet je wel, klaargemaakt en zo en alles. En dus eigenlijk ready for the day. Ik heb eigenlijk dingen die ik jullie heel graag wil laten zien. Ik wil jullie natuurlijk mijn nieuwe kast laten zien waar ik nu in sta. Hij is nog niet klaar, want deze muur moet nog bijvoorbeeld geverfd worden. Je ziet dat die echt gewoon vies is. Die moet nog geverfd worden. Maar voor de rest staat eigenlijk alles wel gewoon... Zoals het hoort te staan. Alleen, ja, dus die muur. En dan wil ik op die muur denk ik nog wel een paar lijstjes plaatsen. Maar laat jullie straks eventjes de kast zien wat het geworden is. En ik heb ook een unboxing. Wat ik graag met jullie wil doen. Ik heb twee pakketten. Dus let's go. Nou, ik zei al dat ik echt bezig was toch met mijn kasten en zo. Dus dit is nog een klein beetje wat weggewerkt moet worden. Maar eerst stond het hier gewoon echt helemaal vol. Mijn woonkamer is echt gewoon echt troep gewoon. Gewoon overal staan gewoon dingen die gewoon weg moeten. Dus ik probeer mijn best te doen. Maar ik heb gewoon beperkte energie die ik gewoon goed moet besteden. Ja, dus ik ga jullie zo even de kast laten zien. Maar... ik heb op mijn TikTok heb ik ook een soort van laten zien, zeg maar, het proces van het plaatsen van de kast. En dat mijn broer dat heeft gedaan, hoe die dat heeft gedaan. Wat het eindresultaat was zonder deuren, met deuren. Dus als je me nog niet volgt op TikTok, volg me op TikTok. Volg me ook op Snapchat, daar deel ik dagelijks. Daar post ik dagelijks eigenlijk gewoon mijn day. En dat eigenlijk, dus... Laat me jullie even de kast laten zien. Nou, dit is de kast geworden, mensen. En die loopt gewoon helemaal door tot hier. Zo. Hij loopt ook nog best wel gewoon in de hoogte, as you can see. We hebben er gelijk de Billy boekenkast erbij gedaan, zeg maar, voor de schoenen. Hier moeten we nog eventjes een paar plankjes... plaatsen, zodat we een beetje evenredig kunnen verdelen. Want dit is ook gewoon natuurlijk allemaal ruimte. Dus wat dat betreft moeten deze kasten nog een paar plankjes krijgen. De spiegel die heb ik uiteindelijk aan deze kant gezet. Die stond eerst aan de andere kant.
En mijn make-up en zo, die heb ik gewoon daar gezet. Omdat ik meestal voor deze spiegel mijn make-up doe. En ja, deze kamer is dus nog niet klaar. Zoals ik al zei, kijk, deze muur, die moet nog echt geverfd worden. En hier staan nog wel een beetje rommelspullen die weg moeten. Maar de muur moet nog geverfd worden. Ik wil in de gaten gedicht worden. En een paar lijstjes ophangen. Gewoon een beetje gezellig maken hier. Dus ja, ik ben heel, heel erg blij met deze kast. Deze heeft mijn broer in elkaar gezet. Hij is klusjesman. Luister, als je een pakskast hebt of überhaupt een kast hebt. Of whatever, iets wat je zeg maar wil in elkaar laten zetten. Ik zal wel even zijn linkje beneden in de beschrijving plaatsen. Maar hij kan gewoon zo goed kasten in elkaar zetten. En hij heeft het ook al voor heel veel mensen gedaan. Ook de pakskasten vooral. Dus als dit is wat je wil, weet je, klik op zijn link. En daar staat alle informatie. Dus mijn kast, ik ben daar echt hartstikke blij mee. En check, ik zal ook eventjes de TikTok link beneden zetten. Dan kan je ook zeg maar zien het proces zeg maar, van het plaatsen van de kast. En hoe het eigenlijk allemaal geworden is. Ja, dit is dus eigenlijk de kast nu. Dus ik ben helemaal blij. Ik heb wel echt het idee dat ik nu meer structuur heb. Meer overzicht. Omdat er gewoon echt gewoon genoeg ruimte is voor alles. En in deze kast zit eigenlijk iedereen zijn kast. Dus ook van de kids, van de baby. Dus ja, dus dan heb ik gewoon alles in één kamer, zeg maar. En ja, dat eigenlijk. Ik ben er blij mee. Ik ben echt blij ook dat deze kamer af is. Want nu is het gewoon van de babyspulletjes en zo die ik haal. Die kan ik gewoon hierin plaatsen. En ondertussen ben ik ook bezig geweest met mijn slaapkamer. En ledikant en alles. Maar dat zal ik later even laten zien. Nou mensen, ik heb dus een kraampakket ontvangen. Van het Zilveren Kruis. En ja, die ga ik dus nu even openen. Ik ben echt benieuwd. Ik had de afspraak met de kraamverzorgster. Omdat ik nu gewoon echt wel gewoon echt dicht bij mijn uitgerekende datum ben. Dus die gaf mij dus ook het advies van ja, je kan beter zo'n kraampakket bestellen. Want stel je voor dat je dan thuis bent en blijkt dus dat je geen tijd meer hebt om naar het ziekenhuis te gaan. Dan heb je in ieder geval de spullen in huis die je nodig hebt, zeg maar, voor als je gaat bevallen. Maar ook gewoon voor daarna. Weet je wel, dus ik ben benieuwd. Ik heb deze een paar jaar geleden, heb ik hem ook gewoon besteld. Alleen ik ben benieuwd wat er nu allemaal in zit. Ik leg even de camera neer. En let's open it. Even checken wat er allemaal in zit. Het is nu een duurzaam pakket geworden of zo, zeiden ze. Dus er zit van alles in. Wel gewoon echt bruikbare dingen, weet ik nog van de vorige keer. En ja, dus let's... Oh! Oh my god! Zit dit er gewoon in? Luister, dit is dus zeg maar de... ik koop dus altijd zeg maar deze. Maar dan een roze verpakking. Dus gewoon... dit is dus eigenlijk een soort van natuurlijke maandverband gemaakt van organisch katoen. En deze koop ik dus altijd bij de Ecoplaza. En, maar deze zijn dan de wat dunnere. Ik koop altijd die roze verpakking als maandverband. Maar nu dat ik zwanger ben en ik dus zeg maar last heb van urineverlies en dat soort dingen. Had ik dus deze blauwe gekocht. En dat was gewoon omdat deze dan wat dunner is. Dus dan hoef je niet per se zeg maar zo'n dikke te dragen. En I love it. Oh mijn god, deze hebben ze dus gewoon erin. Hiermee scoort Zilveren Kruis wel punt hoor. Bij mij. Wat hebben we nog meer? Wat is dit? Oh my god. Oh, de protective mats. Hier had ze het dus over. Wat er allemaal zeg maar... dus stel je voor, ze moeten... Dit kan je op je bed leggen, zeg maar. Maar dit is ook volgens mij gewoon voor... ja. Als je... Je vliezen kunnen natuurlijk elk moment breken. Dus deze kan je dan gewoon wel ook op je bed leggen, volgens mij. Als dat het is, wat hebben ze hier nog meer? Handwash, oké. Oké, dat is wel altijd handig wanneer... mensen komen, deze zitten zo lekker, mensen. Oh my god.
Deze zitten echt heel erg lekker. Maar goed. Deze zijn echt heel handig wanneer je net bevallen bent. Gewoon de standaard watjes zitten erin. Oh, wat is dit dan? Oh, dit is volgens mij als je echt gewoon gaat bevallen thuis, hoor, denk ik. Het is een soort van dekentje of zo. Jeetje. Ja, dus eigenlijk gewoon wel een beetje de standaard dingen zitten erin. Wat is dit ook alweer? Nou, oh, navelstrengring. Ja, en dan gewoon alcohol. Alcohol voor je handen. De standaard dingen. Dit is dan ook gewoon... eigenlijk een soort van... ook van organisch katoen. Dus gewoon hetzelfde als dit. Natural pads. En hier heb je er nog meer. Ik zeg je eerlijk, mensen. Die natural pads. Ik draag sowieso gewoon echt die... ook gewoon als maandverband, zeg maar. Gewoon die organisch katoen. Want dat is gewoon veel beter voor alles gewoon. Voor je baarmoeder, voor alles. En ja, gewoon de wondcompressen zitten er ook in. En dat was het. Ik zeg eerlijk. Het zit vergeleken met... toen ik het een paar jaar geleden had besteld, zitten er echt dingen in die echt bruikbaar zijn. Er zit minder in, lijkt het, maar er zitten wel echt hele bruikbare dingen in. Maar het kraampakket, die kan je dus zeg maar gewoon aanvragen. Vanaf 2 sterren is het gratis, als je vanaf 2 sterren verzekerd bent. En als je minder verzekerd bent... dan betaal je volgens mij €39 of zo. Maar dan heb ik dit in ieder geval al wel allemaal in huis. Ik had het ook gewoon besteld en ik had het echt de volgende dag gelijk in huis. Dus ik ben blij met mijn kraampakket. Maar kunnen jullie echt geloven dat ik gewoon echt al 31 weken zwanger ben, mensen? Oh my god. De tijd gaat gewoon zo snel. Ik zweer het. Het gaat zo snel. Ik moet zeggen, ik voel me nog wel gewoon goed en zo. Alleen, die vermoeidheid begint nu wel te komen. Of tenminste, het is er al. En de dingen zoals maagzuur en slechte slapen. Weet ik veel wat. Buiten adem, dat soort dingen. Maar ik heb nog een pakket voor jullie, dus ik ga die ook eventjes openen. Oké? Nou, dit is een pakket van de kruidvat. Die ik heb ontvangen. Dus dit pakket heb ik ontvangen. Ik ga even kijken wat er allemaal in zit. Dat vind ik. Ik koop sowieso altijd al mijn kruidvat, is mijn vaste drogist sowieso. Ook wanneer ik een baby heb gekregen. Dan alles koop ik gewoon bij de kruidvat. Kruidvat is echt mijn winkel. Oké, laten we eerst met het eten beginnen hoor. Wat zie ik hier? Oh, breakfast. Granola zit erin. Wat zit er allemaal in? Cetaphil. Wat is dit? Oh, nachtcreme. Dagcreme. Oké. Intensief herstellende hydrogel. Oké. Oké. Nou, dat klinkt interessant. Jullie weten dat ik, als je me op Snapchat volgt, dat ik nu gewoon echt bezig ben wel met skincare. En gewoon vooral het masseren van mijn gezicht. Maar oh mijn god, dit denk ik dat ik echt heel, dat dit mij echt gaat helpen, man. Nu dat ik gewoon echt zo'n nesteldrang heb. Alles reiniger doekje zit erbij. Dit ga ik sowieso gebruiken. En Wonderstone poetsteen. Ik weet niet waar dat precies voor is. Verwijdert zelfs het meest hardnekkige vuil. Inclusief reinigingsspons. Oké, daar ben ik wel benieuwd naar. Voor alle oppervlakken. Oké. Oh, geschikt voor onder andere werkbladen, oven, baden, poten, douchecabines. Ja, mensen, oh my god. Deze twee... gaan sowieso gewoon wel op deze dagen. Want ik ben alleen maar aan het schoonmaken en aan het opruimen en weet ik veel wat. Heb ik meer gekregen? Oh, mascara's.
Yeah, I love that. Hier nog een mascara. Nog een mascara. Sowieso. Ik gebruik mascara's. Ik doe zelf geen wimpers. Het, even kijken. Handzeep. Zie ik hier. Een showerbar. Bio eucalyptus en bio rosemary. Sowieso. Ik hou van natuurlijke dingen. Hier ben ik echt benieuwd naar. Ja, het zijn dus van die sun powders. Maar dan in zo'n kwastje. Dit ga ik sowieso proberen. Het is eentje is brons en die andere is transparent. Ja, en het is dus het beschermtje tegen UV-stralen. Ja, oh, brons en transparent. Oké, dus dit doe je dan over je make-up heen of zo. Oké, ik ben echt benieuwd om dit te gaan proberen ook. Wat is dit? Vochtarme. Oh ja, het is eigenlijk een serum. Dat ook erbij hoort. Oh, nog meer eten. Oh my god. Salty caramel flavor. Oké, ziet er lekker uit. En wat nog meer? Heb ik hier. Er zit ook een eyeliner bij. Oké. En volgens mij is dit een witte eyeliner. Ik zag dat laatst bij iemand, hè. Witte eyeliner. En ik dacht, hé, dat is eigenlijk wel echt mooi, man. Ja, volgens mij is die wit, of niet? Ja, ik vind dat zo mooi. Ik vond dat zo mooi. Ik zag dat bij iemand. Ik dacht, hé, dat geeft echt een andere... Ja, het is wel het proberen waard. Shampoo. Conditioner. En, wat is dit? Oh, lamellaire verzorging. Dus dit zit ook in de doos. Nou, dat is eigenlijk alles wat erin zit. En, ja. Dat was eigenlijk de unboxing van mijn kruidvatpakket. En van mijn zilveren kruiskraampakket. En, of course, de dingen die ik uit deze doos ga gebruiken. Dat zal je wel terugzien op mijn TikTok. Nogmaals, als je me niet volgt op TikTok, volg me op TikTok. En op Snapchat. En voor de rest, ja. Wat ga ik vandaag doen? Ik ga vandaag... ik moet eigenlijk gewoon nog content opnemen vandaag. En wat moet ik nog meer doen? Straks natuurlijk alweer de meiden halen. Ik moet... ja, volgens mij wordt het wel... Zoveel energy heb ik niet, dus... Volgens mij wordt het wel gewoon een relaxte vrijdag. Even kijken wat we gaan eten. En ja, in ieder geval als jullie zien dat ik gewoon iets later post dan normaal of minder post. Ja, ik ben gewoon hoogzwanger, mensen. Dus ik doe mijn best waar ik content kan plaatsen. Maar bij mij is dat dus voornamelijk YouTube, TikTok en Snapchat. Dus ja, let's go on with this day. Kijk hoe ik buiten loop, mensen, met Adamse crocs. Ik had geen andere schoenen aan. Oh my god, dit is echt crazy, man. Hey, yo! It's a new day. En ik ben... Oh, kijk, Eva zijn pyjama. Zo schattig. Hij hangt hier, want mijn huis is nog steeds een mes. Maar goed, it's a new day. En ik ga weer naar mijn favorite store. Tegenwoordig, IKEA. Want ik moet een paar dingetjes halen. Ik neem jullie vandaag weer mee. Stiekem, stiekem, heel stiekem. Denk ik al aan de hotdog van IKEA. Terwijl het nog hartstikke vroeg is. Dus kan je zo vroeg een hotdog eten? I don't know. But I don't care, actually. Maar goed, ik ben vandaag precies 32 weken zwanger. En ik zal jullie proberen te laten zien. The belly is growing, mensen. Oh my god. Maar goed, ik heb nog zoveel dingen in mijn woonkamer staan die ik moet opruimen. Ja, dus ik ga naar de IKEA. Daarna moet ik even een paar mailtjes beantwoorden. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om lekker vroeg naar de IKEA te gaan. Ik moet
Ik heb om 1 uur een afspraak staan. 1 tot 3 is dat volgens mij ongeveer. En dan moet ik, en ik moet daarvoor dus ook nog een video. Een video doen voor een samenwerking die ik heb. Dus ja, wat nog meer? Dat is het eigenlijk voor today. Dus laten we gaan. Nou, ik ben in IKEA. En ja man, wat ook het is. Ik heb al mijn dingen zelf gekocht, maar ik heb het idee dat ik iets ben vergeten. Ik weet niet wat, ik moet even Adam bellen. Ik had er wel gezegd dat ik allemaal dingen ging kopen, maar ik ben echt iets vergeten volgens mij. Ik voel het gewoon. Dus laat me hem even bellen. Hey guys, it's a new day. En ik ben hier met de meiden. Zeg eens hoi. Mensen hebben jullie lang niet gezien. Heb je het koud? Ja, ik zei al tegen jou, het is koud buiten. Maar zeggen jullie eens hoi in de vlog, want mensen hebben jullie lang niet gezien. Eva. Wat doe jij? Fifi. Nee. Wat doe jij? Nou, wij gaan vandaag langs IKEA. En ja, alhoewel ik laatst bij de IKEA was, gaan we vandaag weer naar de IKEA. Dus het is echt heel erg druk op de weg. Heel erg druk. Maar goed, ik ben zo tired, mensen. As you can see. Mijn ogen. Oh my god, my face is acting up. Maar goed, we moeten daar dus blijkbaar een paar dingetjes halen. En ja, voor de house. Dus IKEA er is. En de meiden die gaan dan vandaag ook mee. Dames, mensen hebben jullie echt zo lang niet gezien. Willen jullie niet iets zeggen? Heb je het koud? Oké. Okay. Ja, de verwarming staat nu al aan. Maar ja, het is ineens, het was lente weer en ineens is het weer gewoon zo koud. En het is afgelopen dagen in Rotterdam zo chaos met het verkeer. Het is zo gek. Dus ja, het is nu ook echt druk op de weg. Dus ja, let's go. Ik ben benieuwd wat we vandaag allemaal weer meenemen van de IKEA. We zijn in de IKEA, mensen. Oh my god, het is zo druk. Ik heb hier helemaal geen zin in. Maar goed. Fifi, kom. Vienna. Kom je? Fifi is hier. Eva loopt al voorin. En wij komen dus eigenlijk voor een speelgoedkast voor de kiddo's in hun kamer. Nog steeds als gevolg van mijn nesteldrang. Dus dat gaan we nu eventjes fixen, man. Maar, we zijn er snel. We hebben een korte route genomen weer. Ja, die hebben wij ook, ja. Oké, laten we kijken naar de kast. Kom, dames, we moeten deze kant op. Dat is wel cool. Kom maar. Oh my god. Ik krijg al paniekaanval. Ik wil al weg hier. Kom, dames. Let's go. Ja, cool. Oh my god. Kom, dames. Vind je het leuk, Fifi? Vind je het leuk, Fifi? Fifi heeft een bord gevonden. Die ze heel graag wil hebben. Waarom? Mijn kamer is verboden van Fifi. Eva, wat vind je daar nou van? Dit is echt crazy. Oh, kijk die kast hier. Of is dit hem niet? Oh, dit is eentje met grote laadjes en kleine laadjes. Maar wij willen met allemaal grote laadjes. Oké. Okay. Nou, we moeten er naar op zoek. We gaan even naar op zoek. We hebben alleen maar zoetigheid eten. Nou, we zijn in het magazijn van de IKEA. Op de website staat dus dat de bakken van die kast, dat wel op voorraad is. Maar alleen het basiselement is er, de bakken.
Ja, er ligt niks bij de bakker, dus Adam is het even gaan vragen. Dus ik zit hier even met Eva. Want, hey, de IKEA is zo druk en she's acting up. Dus, maar ik ben even komen zitten, want I'm tired. I'm so tired. Ik ga wel weer een hotdog eten hoor. Daar heb ik wel weer trek in. Alleen, ik vind het nog pittig. Oké, okay, maar ga jij iets anders eten? Ja, ik ga een ijsje eten. Je hebt net een lolly gegeten, dus wil je weer een ijsje eten? En je hebt ook nog snoep in de auto. Wat wil je allemaal eten? Even serieus. Nou, ik ga in ieder geval wel gewoon zometeen lekker een hotdog eten. Ik ga in ieder geval een ijsje eten. En nou, die meneer is nu aan het kijken voor ons. Dus ja, ik weet niet hoe dat hier werkt. Hebben ze nog achter het magazijn nog een magazijn? Of wat is het? U wil zien. Ik ben ook bij de ADO. Of zitten hier gewoon niet voor niks te zitten? We zitten hier sowieso niet voor niks te zitten, want ik ben even aan het uitrusten hoor. Doe normaal. Even serieus. Op een zondag naar IKEA. Heb je iets wit op me? Ja, je hebt iets wit op je tong. Wat is dat? Dat is nog van je lolly denk ik, van die stokje. Op een zondag naar de IKEA met kids. En het is zo druk. Is zo, wat zeg je? Dat is koud gewoon helemaal niet. Niet zo'n goed idee. En dan is zo'n klein stukje van koud. Oh my god. IJsje voor mij. Nou, Adam en Vivi zijn even terug naar de afdeling opbergen, want daar zou het dan wel moeten liggen. Zo. Als het niet in het magazijn ligt. Want ze zouden wel op voorraad moeten zijn, dus. Maar ik kan echt niet weer helemaal teruglopen. Dus ik blijf gewoon precies hier zitten met Miss Eva. Met Eva. En daar wachten we gewoon. Vivi is met Adam meegegaan. Dus we gaan het zien. Het liefst loop ik nu alvast naar buiten. Ga ik alvast een hotdog bestellen. Ik heb wel trek in, man. Hij gaat 2 euro voor mij bestellen. Kijk naar gezicht. Oh my god, look at this. Hier heb ik gewoon donkere vlekken. Ik weet echt niet of het de zwangerschapsmasker is. I don't know, maar deze oog is ook gewoon. Mijn ogen zijn sowieso gewoon donker, maar ik bedoel. Deze kant is wel echt. Ik slaap ook zo slecht, mensen. Ik zweer het. Nee, hier aan de bovenkant. Ja. Ik slaap ook echt heel slecht, hè. Echt waar. Maar ja, nog een paar weekjes. Ben je klaar voor je zusje? Ik vroeg vanochtend aan Eva van. Want we zagen op tv dat een meisje een zusje had gekregen. En ze had dus zeg maar een ballon voor haar zusje gekocht toen ze voor het eerst naar haar zusje ging. Dus ik vroeg aan haar, ga je ook een ballon kopen voor je zusje? Zegt ze gewoon tegen mij. Nee, ik ga een ballon kopen voor mezelf. Maar, ben je wel benieuwd? Vind je het spannend? Vind je het niet spannend? Om je zusje voor het eerst te zien. Waar hebben we het altijd om onze zusje? Nee, we hebben het niet altijd over haar. Maar ik bedoel van, ik ben gewoon benieuwd naar hoe jij je voelt na alles. Hè? Huh? Mama, ik voel me goed. Okay. Voor de laatste keer. Oké, okay. Eva voelt zich goed. Jullie hebben het gehoord. Nou nee. Mensen, Eva is mij hier onder druk aan het zetten. Terwijl we op Adam en Vivi zitten te wachten. Zit ze mij onder druk te zetten om een ijsje voor haar te gaan halen. Aan de andere kant van de kassa. Terwijl we moeten nog eerst betalen en op papa en Vivi wachten. Eva. Mama. Wat dan? Wat dan? Ik kan toch ook nu een ijsje van halen? Nee, je moet gewoon even geduld nee, hebben. Ik kan het snel doen, zo. Ja, maar oké, dan blijf jij hier dan alleen wachten. Dat kan toch niet? Ik kan jou hier toch niet alleen achterlaten? Heb je gezien hoe druk het hier is? Ik bedoel dat je mij mee moet nemen. Oké, en dit dan? We moeten dit toch eerst nog betalen. Dus dan moeten we toch nog even wachten tot de rest van de spullen er zijn. Of niet? Je moet gewoon even geduld hebben voor de ijsje. Ik
ik hou van ijsjes. Ja, ik weet dat je houdt van ijsjes. Hou je voet daar van die tafel. Het is toch wel hier? Ja, maar niet doen. Kijk, maar hij wordt gewoon vies. Het is toch niet op de tafel? En als mensen die tafel willen kopen? Hebben ze een vieze tafel? Lekker. Nou ja zeg, luister eens even. Luister even wat ik tegen jou zeg. We wachten op papa en Fifi totdat ze komen. Dan kunnen we gaan betalen. Weet ik. En dan pas gaan we voor een ijsje, oké? Weet ik. Oké, zo. Hé. Rustig aan met die attitude, hè. Even serieus. Ik wist niet dat je boos werd, hè? Ja, jij bent 4, precies. Mama, ik wil een ijsje. Ja, we gaan zo halen. Even geduld. Geduld is een... Wat is geduld? Geduld is een... schone zaak. Ja, precies. Nee, dat is kracht. Wat? Dat is kracht. Geduld is een... kracht. Is een kracht, oké. Okay, mag ook een kracht zijn, maar zeker een kracht, ja. Komt goed, ja? Woorden zijn krachten. Ja, woorden hebben krachten. Je hebt gelijk. Oké, nog eventjes dan, ja? Nou, Fifi en Adam hebben het gevonden, jongens. We hebben de bakken gevonden. 1, 2, 3, 4, 5, hè? Oké. En ook 5 deksels. Nou, kunnen we eindelijk gaan, want Eva zit bij hier heel de tijd te stalken voor een ijsje. Dat ze een ijsje wil. Ze wil heel de tijd een ijsje. En ze heeft dan van 10 tot 0 geteld en dat ik dan een ijsje moet halen, want anders weet ik ook niet wat... Oké, let's go. We zijn compleet, toch? Let's go. Nou, we zijn eindelijk uit de IKEA. Eva heeft een ijsje. Ben je blij met je ijsje? Die wilde jij zo graag, hè? Hij zal bijna op zelfs. Eigenlijk wou ik chocola. Ja, maar ze hebben geen chocola. Ze hebben alleen vanille. Of, kijk. Wel opletten. Dat je niet valt. Je zit zo in je ijs. Oh my god. Fifi heeft ook een ijsje. En ja man. Tijd om de IKEA te verlaten weer. We hebben uiteindelijk, oh ja, dat had ik al gezegd, die bakken gevonden met deksel en al. Dus let's go. Hey y'all. Nou, we komen net binnen van de IKEA. En ik ben gesloopt. Ik ben echt gesloopt. Ik ga ook gelijk de vlog afsluiten. We gaan nu eten. Dan de kids klaarmaken om naar bed te gaan. Dus ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar onze vlog. En als je nog niet hebt geabonneerd, abonneer op mijn kanaal. Klik op het belletje, want dan mis je geen ene video op het moment dat ik upload. Oh my god, ik ben gewoon weer kortademig. En ja, ik zie jullie wel weer in een nieuwe vlog. En ik probeer om gewoon in ieder geval met de kracht die ik heb, in ieder geval wel gewoon te filmen voor jullie. Dus I see you soon, oké? Okay? Thank you, bye!